Ik heb nou 2 dagen niet. 2 dagen en ik heb nog nooit zoveel berichten gekregen op Facebook. Hey, wanneer upload je weer? Ben je gestopt met YouTube? Yo, is het? Ben je gestopt met jou, tjou? 2 dagen. En ik heb 2 dagen gelivestreamd. Als ik eens een dagje niet upload, is de kans groot dat ik aan het livestreamen ben. Dat was deze dagen dus het geval. Ik dacht even van, fuck jou, tjou. En ik ben niet meer gaan livestreamen. Dus dames en heren, vandaag wordt een hele leuke video. Vandaag ga ik mezelf googlen en kijken waar allemaal van mij op die interwebs staat. Buiten nutteloze kutvideo's. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Acid en ik zal zeggen, ja, let's go. Yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we mezelf dus googlen, zoals ik al eerder had gezegd. En we gaan er een geweldige video van maken. Check mijn nieuwe background op mijn computer. Is het niet fantastisch? Ik weet het. Bijna zo fantastisch als mijn rapport. Fuck! De blaadjes zaten niet vast in het mapje. Dames en heren, we gaan er een geweldige video van maken. Als je het nog niet hebt gedaan, smash zeker even een likeje. Let's go. Google. Google België. Google. Google in het West-Vlaams. Google zoeken. Van chance aan. Eerke weren. Dat is voor een andere keer, maar we gaan het ook wel... Het komt eraan. We gaan mezelf googlen. En dat gaan we op een hele leuke manier doen. Nathan Vandergenst. We hebben hier dus allemaal hele leuke dingetjes staan. Maar deze dingen zijn natuurlijk allemaal veel te typisch. Wat gaan wij doen? We gaan naar de deep web. Grapje. We gaan naar pagina 2 van Google. Dat doe je eigenlijk nooit, maar ik doe het nu toch. Nathan is een faggot. Hij gebruikt de 2e pagina van Google, dus hij mag eens krijgen. 2011. Blankenbergse schaakclub. Toen zat ik nog in de schaakclub. Awesome. Acid. Ze hebben mezelf op deze site gevonden. Sick. Bij afbeeldingen staan ook gewoon de lelijkste foto's ooit. Dit is mijn schoolfoto van 2 jaar geleden. Wat was er mis met mijn haar? What the fuck? Dit is een foto getrokken op een mindere avond, denk ik. Dit ben ik, toen ik in de leerlingenraad zat. Fucking beast. Nathan van der Gunst, adres. Hylin. Snapchat. Snapchat. Ik zeg het je nog 1 keer. Mijn Snapchat is they call me Nathan. Zonder in van achter. Daarvoor was... Ja, te kort, snap je? Er staan hier random Russische dingen. Dacht ik al. Fucking Russisch. Of als je zoekt op Acid op Google, vind je mijn dingen. Sick. Dit is zo mindfucking. Please stop. Ik weet niet welke drugs ik heb genomen, maar dit doet zoveel pijn aan mijn ogen. En toch staan hier overal foto's tussen van mij. Tussen al die foto's van LSD en zo. Fucking nice. Wat zou er gebeuren als ik gewoon Nathan intik? Zonder iets erachter. Nathan Boom. Oké, er is een collectie. Ik kan alleen naar rechts gaan en dan zie ik vrouwen in pakjes. Yo, ik ben een vrouw en ik draag een pakje. Nathan van der Gunst, leeftijd. Instagram. Adres, Twitter, Van den Berg. Van den Berg? Nathan van den Berg. Fucking nice. Mitch van der Gunst, sentenced to 1 year in jail. Misschien is deze dude ver familie van mij. Dit is fucked up. Denk ik. Deze foto hebben jullie waarschijnlijk allemaal eens gezien. Just me. Dit was het deel van mijn leven waarin ik gewoon aids mocht krijgen en mocht sterven. En dan hebben we natuurlijk nog dit kanaal. Waar ik op de een of andere manier ook iets mee te maken heb. En er komen ooit weer video's op dit channel. Maar voor nu ben ik even aan het wachten op het juiste moment. En dan ga ik weer een video uploaden. Stay tuned for that. Nathan van der Gunst adres. Dus dat is mijn adres. Staat echt allemaal op internet. Wow, amazing. Wie de fuck is die Mitch van der Gunst zelf? Nathan. Wie is Mitch van der Gunst? Ja, die woont in Amerika. Is die familie? Dat is het niet, ja. Die is opgepakt voor verkrachting. Och, wanneer? Ik weet niet, dat staat op internet. Is die familie? Heel stuk van de familie van de Canada. Ik stuur het artikel door. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik heb een ontdekking gedaan dat ik eigenlijk niet wou ontdekken. Maar oké, ik heb het toch ontdekt. Fuck you, Mitch. Mijn fucking fuck. Ja, en als jullie nog de pick-ups van de dag zouden willen zien, dit is de pick-ups van de dag. Geweldig getekend, geweldige kleuren, mooi motiefje. Ik ben Acid en ik zou zeggen, adios, bitches. Hello.